De jacht op herten is lang niet altijd succesvol. De jagers twijfelen zelfs of ze het streefgetal, het aantal herten dat ze mogen doodschieten, wel gaan halen. Jagers hebben de indruk dat de damhert reageert op wat er in het veld gebeurt. Daarom denken ze erover de jacht anders aan te pakken. Door van methodiek te veranderen kun je inderdaad betere resultaten boeken. Daar zijn we van overtuigd, ja. En vanaf wanneer gaat dat gebeuren? Dat zal mogelijk voor het komende seizoen, voor dit seizoen absoluut niet. Als de herten de jagers te slim afblijven, groeit de populatie damherten enorm. En dat kan gevaarlijk zijn voor zowel mensen als natuur. Het is in de eerste plaats gevaarlijk voor de verkeersveiligheid. Als er te veel damherten zijn, dan blijven ze niet in het natuurgebied. En dan krijg je verkeersongelukken. Daarnaast je hebt ook landbouwschade. En het is ook voor de burgers in Haamstede niet plezierig als de damherten de rozenstruikjes komen opvreten.